En goedenavond en hartelijk welkom allemaal bij deze laatste uitzending van Boeren, Burgers en Buitenlui van dit seizoen. Mijn naam is Wendy Geert en ik zit vanavond op de stoel van John Boeren die er helaas niet bij kan zijn. Ook Peter moet zijn verstek laten gaan en samen met ons panel gaan we er gewoon een hele boeiende uitzending van maken. Zoals gewoonlijk kun je vragen stellen of reageren via de chat. En ons panel zal de chat in de gaten houden en op vragen reageren of ze ter sprake brengen in de uitzending. En voor wie de eerste keer aansluit, de chat zit onderaan je scherm. Er zitten een paar knoppen. En als je hem niet meteen kunt vinden, het kan zijn dat er drie stipjes staan. Dan moet je daar even op klikken. En dan kun je vragen stellen. En we zullen ook in de chat de links neerzetten van de besproken websites. Vanavond van ons panel aanwezig Willeke Binnendijk en Willem Vermeulen. Mogen allebei even zwaaien. Helaas is de rest verhinderd. Ik denk dat het mooi weer ons partje speelt, maar daar laten we ons niet door tegenhouden. We hebben ook drie gasten uitgenodigd. Twee zijn ervan, moet ik zeggen, aanwezig. We gaan het hebben over je zoektocht naar Indische roots. En dat doen we samen met Kevin Velter. En Arthur Fickel is voorzitter van de Indische Genealogische Vereniging. En die zal daar ook het een en ander over komen vertellen. Dan eerst naar ons panel. Ik heb twee vragen. Wat is jullie opgevallen de afgelopen maand in genealogieland? En heb je Indische roots in je stamboom? Wie? Willem. Nou, ik heb helaas geen Indische roots in mijn stamboom. Ik denk dat het dichtstbijzijnde wat bij mijn Indische roots terechtkomt, dat is een knielmilitair midden in de 19e eeuw. Want ja, dat, nou ja. Dus ik heb een voorouder die een paar jaar in Indië heeft gezeten. En iemand anders die ergens ten zuiden van de Evenaar ooit overleden is op een schip, maar meer weet ik niet. En nog eens een keer dat schip zien te achterhalen ergens in de 18e eeuw. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat ik een hoop ga leren vanavond. En wat mij in genealogieland is opgevallen, is eigenlijk vooral dat de technische kant. Mij is opgevallen dat de nieuwe GEDCOM-standaard, dus GEDCOM 7.0, nu eindelijk echt beschikbaar, zeg maar, geopenbaard is. Dat was in februari al heel even. Nou, ik ben daar wel heel enthousiast over, want daar zit namelijk een module in GEDZIP. Het mooie daarvan is dat uitwisselen van media gaat faciliteren tussen stamboomprogramma's. Dus ik hoop dat we straks minder vastzitten aan dat stamboomprogramma wat je kiest als je net begint met je onderzoek en wat misschien helemaal niet zo goed bij je past. Dus daar ben ik wel heel enthousiast over. En dan werkt het beter, zeg maar, als ik het goed begrijp, dat op het moment dat je het omzet naar een ander programma, dat er minder fouten zijn of minder verloren gaat. Ja, omdat het gestandardiseerd is hoe bepaalde dingen opgeslagen moeten worden. Ja, mooi. Oké, top. Willeke? Ja, goedenavond allemaal. Leuke vraag, Wendy. Maar net als Willem, ik heb helaas ook geen Indisch of überhaupt Aziatisch DNA in mij. Dat heeft ermee te maken dat mijn voorouders voornamelijk op boerderijen in het Groene Hart woonden. En de beweegcirkel was eigenlijk relatief beperkt daaromheen. Dus in die zin waren we heel honkvast en zijn er geen grote reizen gemaakt, dat ik tot nu toe weet in ieder geval. Wie weet wat ik nog later zal ontdekken natuurlijk. Ik zit ook even aan een DNA te denken, een DNA-test. Ik heb natuurlijk zelf een keer een DNA-test gedaan van MyHeritage en daar kwam ook niets uit die regionen uit, dus ook daar niet. Dat was vooral Scandinavisch, Engels. Het verrassende daar was Italiaans. Maar goed, daar hebben we het vanavond niet over. Okay. Het gaat over iets anders.
En wat mij even op een idee bracht, wat misschien leuk is om in de chat te delen, dat zal ik zo even doen met een link, is dat Maarten Vornerot, die is Kevin en Arthur natuurlijk wel bekend, die heeft een keer een heel interessant, heel leerzaam gastblog geschreven over wat zegt ons Aziatisch DNA en hoe kan ik mijn Indische roots ontdekken met behulp van DNA. En dat is misschien voor vanavond wel een interessante om even te delen. Dus die zal ik straks als link in de chat gooien. Mooi, en die is nog steeds bij jullie terug te zien dus. Ja, zeker. Dat is een heel interessant achtergrondartikel wat heel goed bij het onderwerp van vanavond past. Ja. Leuk. Ja, en jouw andere vraag was eigenlijk, wat heb je gezien in genealogieland de laatste tijd? Ja, want het eerste wat mij te binnen schiet zijn eigenlijk leuke reacties op een nieuwe fototool van MyHeritage. Dat is fotoreparatie. Jij hebt in een eerdere sessie, Wendy, had jij een heel mooi voorbeeld gegeven van een beschadigde foto. Met krassen en vlekken en beschadigingen. En dat je die weer heel mooi kan maken. Nou, dat is eigenlijk ook precies wat fotoreparatie doet. Je uploadt een beschadigde foto met vlekken, krassen. En die wordt dan weer glad gestreken. En daar zijn heel veel leuke reacties op gekomen. Dus ik zal er anders ook zo even de link delen. Ja, zo heb je toch weer een scherper beeld van je voorouders eigenlijk. Als je de foto weer kunt retoucheren op die manier. Zeker. En kan iedereen dat doen? Ja, iedereen kan dat doen. Ik zal zo even de link delen. Iedereen kan dat met een aantal foto's doen. Een onbeperkt aantal foto's is met een abonnement. Uiteraard. Iedereen kan het sowieso uitproberen op verschillende foto's. Mooi. Leuk. Dat past dan weer bij... Daarna kun je die foto's dan laten bewegen, toch? Zoals je vorige keer hebt laten zien. Ja. Je kan eigenlijk alle functies, ongeacht de volgorde, ook erop loslaten, zeg maar. Je kunt ze dus de beschadigingen repareren. Je kan ze ook inkleuren of laten bewegen. Je mag dat in elke willekeurige volgorde kun je dat doen. Ja, ja, klopt. Nou, mooi. Je kunt er mooi een beetje mee. Goed. Dan gaan we naar onze gasten van vanavond. Ik wil graag starten met Kevin. Kevin Velter komt praten over zijn eigen onderzoek en over zijn Oral History project. Dat is een project wat hij heeft opgezet en wat heeft geresulteerd in twee prachtige boeken. En ik wil eigenlijk vragen, Kevin, wie ben je en wat doe je zoal? Ja, nou allereerst dank je wel Wendy voor de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. En ook je collega's natuurlijk. Ja, ik ben Kevin Velter en ik ben sinds een jaar of vijf actief bezig met het onderzoek naar mijn Indische geschiedenis, zeg maar. Dat is gekomen naar aanleiding van de verhalen die ik altijd hoorde van mijn grootmoeder over de familieleden die zij kende en de afstamming die zij in zich had. En ja, dat begon na een tijdje begon dat bij mij toch wel een beetje te borrelen van ja, hoe zit dat nou precies? En op dat moment was mijn grootmoeder overleden en toen ben ik gaan onderzoeken. Dus dat is eigenlijk de achtergrond van mijn interesse. Ik ben toen bij de IGV terechtgekomen. Daar ben ik een paar jaar bestuurslid geweest, webmaster. Heb ik geholpen aan het opbouwen van de nieuwe website. En ik ben tegenwoordig werkzaam bij het RIVM. Je vertelde net, je bent eigenlijk begonnen toen je grootmoeder al was overleden. Ja. Waar ben je begonnen dan? Hoe pak je zoiets dan aan? Want zij was natuurlijk een prachtig uitgangspunt geweest om te starten. Ja, nou, dat klopt. En ik had het op dat moment heel erg spijt van dat ik nooit echt heel veel heb doorgevraagd. Dus ik wist ook heel veel niet. En ja, het eerste wat je dan gaat doen is dat je naar familieleden gaat die er nog eventueel wat vanaf weten. Dat zijn dan ooms en tantes en van lieverlee wat verdere familieleden. Maar tot mijn verbazing, alle ouderen in de familie waren trouwens al overleden. Mijn oma was wel echt de laatste van haar generatie. Die bleken toch vrij weinig af te weten van die Indische geschiedenis. Of hoe dat in ieder geval precies zat. Dus toen was ik aangewezen op de archieven. En toen ben ik eigenlijk heel dicht bij huis gaan zoeken. En de recente periode, dat is bij het CBG. Toen ben ik persoonskaarten gaan opvragen om de eerste
ja, de eerste worteltjes te leiden naar de Indische tijd. En dat is gelukt. En daar vandaan ga je langzaam maar zeker steeds verder terug in de tijd. Ja. Ja. Welke uitdagingen ondervind je eigenlijk precies bij het onderzoek naar Indische roots? Want dat is niet een normale zoektocht, heb ik begrepen. Nee, klopt ja. Het is een stuk anders dan het Nederlandse genealogisch onderzoek. Ja, als je een Nederlandse stamboom wil uitzoeken, dan helpt de website Wie Was Wie daar ontzettend bij natuurlijk. Dan kan je al heel snel een stuk of 4, 5 generaties terug in de tijd. Maar helaas zijn de akten van de burgerlijke stand uit Nederlands-Indië niet op zo'n manier getranscribeerd. En ja, ook niet doorzoekbaar. Dus het is echt heel veel improvisatiewerk, zoeken in alternatieve bronnen. En als je dan inderdaad bij de burgerlijke stand aankomt, ja, dan moet je toch handmatig gaan zoeken. Of geluk hebben dat een familienaam of een persoon voorkomt in een van de bronnenpublicaties van de IGV in dit geval. Ja. Mag ik daar een vraag over stellen, Kevin? Tuurlijk. Je zei net iets interessants. Je zei van, ik ben ook veel aan het zoeken in alternatieve bronnen. Ja. Wat voor soort bronnen zijn dat bijvoorbeeld? Kun je daar voorbeeld bij? Ja, zeker. Natuurlijk. In Nederlands-Indië werkten veel van de mensen bij het gouvernement. Dus het waren ambtenaren. Je had ook een hoop militairen. Maar je had ook mensen die werkten in cultures, in de ondernemingen die daar waren. En voor de ambtenaren en de militairen hebben we zogenaamde militairen en ambtenarenstamboeken. Nou ja, goed, die zijn op het Nationaal Archief goed te vinden. En daar kan je vrij veel uithalen, ook genealogisch gezien. En voor personen die dan in particuliere dienst zijn, dan kan je in de almanakken kijken of in de adresboeken. En ja, daar kan je toch ook wel een hoop informatie uithalen. En dan hebben we het natuurlijk wel over de Europeanen of de Indo-Europeanen, zoals ze werden genoemd. Dus de gemengde Aziatische Europese mensen. De echte Aziatische voorouders, om het zo maar te zeggen, die ik uiteraard ook heb, die zal je daar niet zo snel in terugvinden. Omdat... Ja, er werd wel een onderscheid gemaakt in Indië, zeg maar, tussen of je nu behoorde tot de Europese kant van de samenleving of toch de Indonesische kant of de Chinese kant. Maar dat hoorde daar dan ook bij. Dus dat is dan ook wel meteen de zwakke plek als je op zoek gaat naar je Indische voorouders. Zodra je eigenlijk stuit op een Aziatische voormoeder, want dat is het vaak, een Aziatische vrouw, een Indonesische vrouw, ja, dan stokt het eigenlijk al vrij snel. Zeker als die vrouw niet naar voren is gekomen in een van de actes die voor de Europeanen in beeld kwamen. Dus ja, dat is wel een punt. En een ander... Wat goed aansluit bij jou natuurlijk, is het DNA-onderzoek. Om eerlijk te zijn, was dat de tweede trigger die mij aanzette om een stamboomonderzoek te doen. Ik heb in het begin, toen dat nog bestond, bij National Geographic een genographic DNA-test gedaan. Dat was een gecombineerde Y-chromosoom, MT-DNA en dan een, hoe noem je die andere... autosomaal, maar ik ben het even kwijt. Ja, precies. Test van gedaan. Vader en moederlijke lijn, ja. Precies, ja, dus dan heb je een beetje alles. En ja, daarna heb ik ook nog een MyHeritage DNA, een DNA-test gedaan. Omdat ik toch ook al merkte dat daar veel links waren met personen die ik niet had toen ik die genographic test gedaan had. Dus dat was wel een mooie aanvulling. En ja, op die manier heb ik ook familieleden laten testen en dan kan je toch steeds ook wel een beetje in die Aziatische hoek gaan kijken van oké, ik heb daar links die met Indonesië of in ieder geval met dat Aziatische te maken hebben. Kan je dat dan iets meer duiden. Ja, precies, ja. Ja. Mooi. Nou hebben wij een aantal jaren geleden heb ik een presentatie van jou mogen zien in het Stadsarchief in Breda. En daar heb je een hele mooie presentatie gegeven over die hele zoektocht. Ja. En daar heb je voor vanavond heb je ook het een en ander voor ons wat je kunt laten zien, hè?
Ja, ik heb het voor vanavond iets aangepast. Specifiek omdat recentelijk ook het boek Kind in Indië is uitgekomen. En ik heb eigenlijk de presentatie heb ik daar ook iets op aangepast. Dus in plaats van dat ik het op mijn eigen familie richt, heb ik het dus gericht op stukjes van de geïnterviewde, geportretteerden die in het boek naar voren komen. En dat is ook omdat wij bij de IGV momenteel bezig zijn met een online genealogiecursus, die er ook heel veel uit put. Dus ik dacht, nou, dat ligt wel in elkaars verlengde, dat is wel een mooie vloeiende overgang. Zeker. Maar... Even over jouw boek. Ja. Ik heb het hier achter me staan. Het is echt een heel mooi document geworden. Het zijn maar liefst twee prachtige boeken. Ik laat het gewoon even zien. En ik was ongelooflijk onder de indruk van ook van de kwaliteit van hoe het is opgeschreven. Het is een prachtig naslagwerk. Met in het begin ook alle tips en tricks voor als je onderzoek wil gaan doen naar je Indische roots. En daarna natuurlijk prachtige persoonlijke verhalen van alle mensen die je hebt geïnterviewd. Dat kwam meteen in me op dat ik dacht, goh, hoe kwam je eigenlijk aan al die mensen en wilden ze zich ook meteen laten interviewen? Ja. Ja, goed punt. Ja, hoe kwamen we erbij? Ik heb eigenlijk al sinds ik bij de IGV kwam heel erg de focus gehad op het behoud van niet alleen de schriftelijke bronnen, maar toch ook wel de verhalen. Want ik heb ook gemerkt dus dat, ja, dat genealogie niet alleen zozeer de namen en de plaatsnamen en de actes zijn die stamboom maken, maar ook de verhalen. En wat ik ook merkte is dat ik na een gesprek met een familielid die veel wist, eigenlijk 5 maanden onderzoek bij elkaar had gesprokkeld in de archieven. Dus ja, dat waren wel dingen dat in mij opkwam van ja, dat oral history onderzoek, zoals je het kan noemen, dat is eigenlijk wel even belangrijk, zeg maar, als dat je ook in je archieven zoekt, juist omdat het zo vergankelijk is. Voor dit boek hebben we dus ook inderdaad met opzet georiënteerd op mensen die echt behoorlijk oud zijn, flink op leeftijd, en ook die Indische tijd nog hebben meegemaakt. En de mensen van toen, dus hun ouders, grootouders en dergelijke, daar nog iets van wisten. Dus dat is eigenlijk de aanleiding daarvoor, om dat te behouden. Maar ook natuurlijk om de jongere generaties aan te sporen, omdat als zij nog oudere familieleden hebben, opa's en oma's, oudere ooms en tantes, om daar eens langs te gaan en te vragen van, ja, hoe is dat er precies? Want dat is natuurlijk het leukst, als je het over je eigen familie, die verhalen hoort. Ja. Met deze mensen, kende je die persoonlijk al dan? Nee, geen van allen. Nee. Dus, het is, ik moet natuurlijk niet te veel generaliseren, maar bij Indische mensen is het wel vaak zo, als ze je kennen en je komt een paar keer op bezoek, dan ben je, ja, dan de klik is er, dan is het gauw goed, ja. Ja. Ik heb ook wel een warme band opgebouwd met de mensen waar ik langs ben geweest. Dus dat is zeker leuk. Ja. En om je tweede vraag inderdaad. Wilden ze meewerken in het begin? Ja. Niet allemaal, nee. Zeker een hoop waren, of nee, een hoop. Een aantal waren terughoudend. En die moesten toch al even over de streep worden getrokken door of familieleden. Of ik die dan uitleg wat precies aan de gang was. En dat ze mochten vertellen wat ze wilden, dat er totaal geen restricties waren in dit wel en dit moet worden besproken. Dus we hebben de geïnterviewde, geportretteerd daar zeer vrij in gelaten. Ja. En... Hoe ging je om met pijnlijke verhalen? Want die zullen er behoorlijk geweest zijn. Ja, ongetwijfeld. Ja, natuurlijk. Ons eerste doel was om echt de vooroorlogse tijd te behandelen. Omdat dat ook iets is wat in die zin qua oral history niet zo ontzettend vaak opgeschreven is ten opzichte van de oorlogstijd. Maar ja, je komt er al heel gauw achter dat je daar niet aan ontkomt. Want ja, dat is eigenlijk Indië en de knoop, zeg maar, die is daar doorgehakt. Dus daar kom je geheid op terug. En dat waren soms confronterende momenten voor mij, maar ook voor de geïnterviewde zelf. Zeker ook wanneer ze het verhaal dan teruglazen. En ja, dan moet je gewoon eventjes stil zijn. En soms kan je wat doorvragen van, ja, hoe heeft het beleefd? En
En soms is het dan ook gewoon klaar. Dan moet je het er ook even niet meer over hebben als het echt heel lastig is. Dus ja, dat is heel erg op het moment zelf dat je dan beslist van... het is heel ernstig, je staat erbij stil. En dan besluit je van, kan je nog doorgaan? Of stop je dan en stap je even over op een vrolijker onderwerp, zeg maar. Ja. Dus, mocht je alles gebruiken van wat er verteld werd? 99% wel. Het waren altijd de kleine details waarvan je eigenlijk denkt van, nou, dat is wel het laatste waarvan ik dacht dat je daar overheen zou stappen, waar dan toch van gezegd werd, nou, misschien moet je dat niet zo doen of net iets anders. Over het algemeen inderdaad hebben ze precies verteld wat ze wilden dat moest worden opgeschreven. En dat vind ik ook wel heel knap van hen. Het zijn mensen op leeftijd in de 90, 80, sommigen zelfs in de 100. En dan kan je natuurlijk ook gaan afvragen, ja, weten ze wel nog precies wat ze dan lezen, of dat ook goed is. Maar ja, die indruk heb ik wel. En ze waren het er gewoon mee eens. En dat heeft er ook wel mee te maken dat we het boek zo hebben proberen te schrijven op een manier dat het ook echt klinkt alsof zij het verteld hebben. Dus we hebben zo min mogelijk geprobeerd het verhaal om te vormen tot een ander soort schrijfstijl, algemeen schrijfstijl, echt in hun woorden geprobeerd te vertellen. Ja, en dat scheelt natuurlijk ook, denk ik. Ja, ja, klopt. Dat maakt het heel persoonlijk. Het promofilmpje, dat zullen we ook nog delen later. Dat promofilmpje wat op YouTube staat van het boek, geeft ook een heel persoonlijk beeld weer. Het is ook eigenlijk meteen heel intiem, vond ik. Dat hebben jullie knap weergegeven. Ja. Mooi gedaan. Ja. Ik zou heel graag even het scherm aan jou geven. Zodat jij nog even het een en ander kunt gaan laten zien aan ons. En hoe je je onderzoek hebt gedaan. Zodat we daarvan kunnen leren. Dat is goed. Nou, ik heb een heleboel voorbereid. Maar we gaan er, super. We gaan er wat, ik denk iets sneller doorheen in verband met de tijd. Maar dat geeft niks. Eén moment hoor. Daar is die. Scherm delen. Ja. Kijk hoor. Ja, nu is hij goed. Oké, nu zouden jullie mijn scherm moeten zien. Zeker. Ik wilde het eigenlijk hebben inderdaad over de algemene Indische geschiedenis. Ik weet namelijk niet precies wie allemaal aanwezig zijn als toehoorders, maar ik wilde toch even... Ja, kort overheen gaan hoe die Indische geschiedenis en ook de personen in Nederland nu tot stand zijn gekomen, om zo te zeggen. En daarna wilde ik een korte, wilde ik een inleiding geven tot het echte Indische stamboomonderzoek. Aan de hand dus van voorbeelden van het recent verschenen boek. En nog iets laten vertellen door Arthur over de IGV. Maar we kijken even hoe ver we komen. Voordat het straks toch veel langer duurt dan gepland. Nu alvast iets over de IGV. Die is ontstaan in 1988 vanuit medewerkers die bij het CBG toen aan de slag gingen. En die een passie hadden voor het Indische stamboomonderzoek. En dachten dat er wel een niche was voor het Indische stamboomonderzoek. En dat was er ook zeker. En toen is de IGV, dus de Indische Genealogische Vereniging, gestart. De vereniging heeft als doel, en had dat ook, om het familieonderzoek in de Nederlandse koloniën te promoten. Dus dan hebben we het over koloniën Suriname en andere die in West-Indië waren. Maar toch eigenlijk met name Indonesië, dus Indië. En daar is denk ik nou 95% van alle aandacht naartoe gegaan. De IGV heeft in het kader daarvan een aantal publicaties. Vanaf het begin is er daar de Indische navorser. Dat is het jaarblad van de IGV, waarin vrij veel genealogieën zijn gepubliceerd. Dus dat is ook heel mooi voor mensen die net een link zoeken om daar eens in te speuren of er niet al iets gepubliceerd is. Wij publiceren ook zogenaamde bronnenpublicaties. Dat is een alternatief voor Wie was wie. Zijn dus mensen die bij de LDS-kerk, de Mormonen, de films die dus zijn gemaakt van de Indische burgerlijke stand, transcriberen. En vervolgens dus in deze bronnenpublicaties verspreiden. Daarnaast hebben we recentelijk databronnen. Dat zijn digitale bronnen. Dat kan je denken aan passagierslijsten van alle mensen die de oversteek hebben gemaakt van Indonesië naar Nederland. Maar ook allerlei andere, zoals...
PDF's met daarin foto's van graven, oude begraafplaatsen in Indonesië. En dan hebben we maandelijks, het was toch maandelijks, Arthur, of is het één keer per twee? Nou ja, goed. Vrij frequent het nieuwsblaadje IGV Nieuws dat Maarten Voornerot, de secretaris van de IGV, met zorg samenstelt. Ja. Over de geschiedenis dus eerst. 350 jaar gedeelde geschiedenis tussen Indonesië en Nederland. Je ziet dat hier ook op de kaart, een oude VOC-kaart waarin je goed alle handelsposten ziet waar zij betrokken bij waren. Maar het is natuurlijk Indonesië met name waar het nu om te doen is. Je zal echter wel merken dat als je kijkt naar Indië en de genealogieën die daarvoor komen, dat er toch ook heel veel invloeden uit niet alleen Azië, dus ook inderdaad India en China, maar toch ook wel uit andere delen van de wereld, de andere koloniale onderdelen zich hebben vermengd daar. Nou ja, dat is dus allemaal gekomen in die periode, of tenminste deels in de periode van de VOC. VOC was de eerste multinational. Ze hadden natuurlijk een aantal huizen daar in Amsterdam, Zeeland, Rotterdam, Delft en het is het Enkhuizen, geloof ik. En ze hadden vrij veel mensen in dienst. Ik had het er hier even bij gezet. Op zijn hoogtepunt hadden ze 25.000 personen in dienst. Het waren dus mensen die op schepen werkten, maar dus ook gewoon mensen aan land die in dienst waren van de VOC en dus ook in Indië. Er zijn een aantal bronnen van bewaard gebleven. In die periode en dus ook de periode daarna ontstond de Indo-Europese gemeenschap, dus de gemengd Aziatische Europese gemeenschap in Indië. Die was zeer multicultureel. Dit is op de achtergrond zie je een schilderij uit ongeveer 1661 van Andries Beekman. En daar zien we al de diversiteit naar voren komen. Je ziet bijvoorbeeld, ik geloof dat het Chinezen zijn. Op het tafereel in Batavia. Je ziet Molukse mannen zie je voetballen. Een Javaanse verkoper, een vrouw uiteraard. Een heel apart geklede man, dat is een mestize man. Dat is een voormalige slaafgemaakte man die uit India kwam. Die in de Portugese tijd, want de Portugezen waren er voor de Nederlanders in Indië of in Indonesië. En die hadden daar ook een eigen cultuur, tradities en eigen taal, ook Portugees. En dan heb je natuurlijk de traditionele Europeanen. En dan is dit een goed voorbeeld van hoe de mengeling ooit ontstond. Je ziet een Nederlandse man waarschijnlijk met een Javaanse vrouw of al een Indische vrouw, dus een gemengde vrouw. Toen brak de echte koloniale periode aan na de val van de VOC. Had ook het Nederlandse gouvernement permanente aanwezigheid daar en ging dat in ontwikkeling brengen. Er werden behoorlijk veel soldaten verscheept naar de oost in die periode. En dat was natuurlijk nodig omdat Nederland zijn gebied ging uitbreiden. En dat gebeurde in de Java-oorlog, Aceh-oorlog, maar toch later ook in de Bali-expedities, waar toch flink wat militairen bij omkwamen. Ja, en dat waren voornamelijk mannen die naar de oost werden verscheept. Ja, en die wilden ook gezinnen stichten natuurlijk. En dat ging dus vaak met de lokale vrouwen daar. En daar kwamen dus de Indo-Europeanen van. Even kijken, volgende slide. Ja. Nou, dan gaan we heel snel door naar de Japanse bezetting toe, waar de oorlog begon voor de Indische mensen in 1942. In 1940 werd Nederland dus bezet en was Indië zeer paraat om Nederland te ondersteunen. En hadden ze ook allerlei verenigingen opgericht. En ze hadden trouwens ook nooit verwacht hoor dat Indië zo smakkelijk zou worden bezet door de Japanners. Maar dat gebeurde dus wel. En die periode die heeft 3 jaar geduurd. Die eindigde met de atoombom. En in die periode werden heel veel Indo-Europeanen, maar ook gewoon Indo-Europeanen, geïnterneerd. En dat weten veel mensen in Nederland niet. Maar die zaten in interneringskampen. En ja, daar stierven er ook nog behoorlijk veel van. Maar er zijn ook Indo-Europeanen die, omdat ze te Aziatisch waren, om het zo maar te zeggen, buiten de kampen leefden. En dat waren buitenkampers. En vaak leefden deze mensen dan ook nog in grote armoede. Nou ja, na de oorlog
na de Japanse bezetting kwam de Bersiap. De Japanner had zich nog niet overgegeven. Of Sukarno riep al op tot de onafhankelijkheid van Indonesië. Dat ging ook gepaard met een hoop geweld tegen de Europees of de Hollands georiënteerde mensen. Waardoor dat ook voor hun een hoop onveiligheid met zich meebracht. Dat was toch ook wel echt de aanstoot tot de decolonisatie en de repatriëring. 1949 was Indonesië een staat. In die periode repatriëerden of vluchten eigenlijk ook wel heel veel in de Europeanen het land. Zo'n 300.000 gingen naar Nederland. Een hoop die vertrokken ook naar Australië en de VS. Maar er waren ook mensen die om wat voor reden dan ook achterbleven in Indonesië. Dat waren dus mensen met een Europese achtergrond. En ja, die mensen die leefden daarna in vrij grote armoede. Die werden door de Indonesiërs toch wel met de rug aangekeken. Omdat zij hadden samengehuld met de vijand. Er is dan een stichting Halin die tot op heden hulp verleent aan deze mensen. Ja. Dit heeft er dus allemaal toe geleid dat we in Nederland nu zo'n ruim 1 miljoen mensen hebben met Indische roots. Hier zie je er een aantal van, maar er zijn natuurlijk veel meer. Bij een aantal is het duidelijk te zien. Ik denk bij hem waaronder mijzelf ook wel. Maar er zijn er ook een heleboel waarvan ik niet zo snel zou zeggen, maar die het toch zijn. Ik ben dus Indisch. En zoals ik net al vertelde, de hoofdbron van mijn Indische geschiedenis, zeg maar, kwam van mijn grootmoeder, Salomons. Toen zij overleed, wist ik eigenlijk niet veel. Dus toen ben ik in archieven gaan speuren, waaronder het Indisch familiearchief in Den Haag. En ik ben naar CBG gegaan, het Nationaal Archief. Maar ook dus naar de Mormoonse Kerk en bij de IGV dus. Dat bleef bij de droge info. En ik wilde toch eigenlijk die verhalen. En dat was de opzet van het Oral History Project, waar we het net al over hadden. We hebben dat kunnen starten met een subsidie van het ministerie van VWS. Die beoogde de Indische en Molukse cultuur in Nederland te behouden. Of in ieder geval een grotere stem te geven. En dat project heb ik samen uitgevoerd met een aantal mensen. Waarvan het kernteam bestond uit Monique Voorneman, Mitch Stenis, John Sudierman, Francisca en de mensen, onderzoekers van Roosje Roos. Misschien al bekend bij een aantal. Dat heeft geresulteerd in een boek dat jullie zojuist hebben gezien, Kind in Indië, waarin we dus 30 Indische Nederlanders hebben geïnterviewd over hun tijd in Indië, hun familie, en daarbij ook een Indische stamboom hebben gemaakt. De voorkant ziet er zo uit. De Waringingboom, de Indische heilige boom die je ziet, is natuurlijk symboliek voor de stambomen die we hebben uitgezocht. Kindje die je daarin ziet zitten, of de kindjes, dat zijn natuurlijk de geïnterviewden, En ja, de mystieke vrouw hier op de voorgrond, dat moet toch ook eigenlijk wel de Javaanse oermoeder voorstellen, waarvan we eigenlijk in archieven niet heel veel kunnen vinden, maar die toch een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van de kinderen van Indië, zeg maar. Dit zijn ze, de 30 geportretteerden. Zij zijn allebei vrij goed bereid geweest om een verhaal te doen. Dat heeft geresulteerd in hele mooie verhalen. En aan de hand van een paar voorbeelden zal ik ook Indische bronnen gaan toelichten, die op hun van toepassing waren. Wat ik net al zei, hoe doe je Indisch stamonderzoek? Ik was dus ook begonnen met de familieverhalen en de foto's. Dat heb ik bij hun ook gedaan natuurlijk. Velen van hun hadden een hoop foto's, was ik bij verrast. Want in de oorlog zijn er bij veel Indische mensen heel veel documenten, fotoalbums en dergelijke verloren te gaan. En toch hebben ze nog flink wat weten te behouden. Hele persoonlijke documenten, overtochtdocumenten en dergelijke. En toch ook wel albums. Ja. Waar je kan beginnen met Indisch stamboomonderzoek is bijvoorbeeld het Indisch familiearchief. Dat eerst in Den Haag was gezeteld, maar nu naar Brombeek toe gaat. Waar je het Militair Museum hebt. En daar heb je een flink aantal familiedossiers op naam, op achternaam. Van bijna vrijwel iedere Indische familie is daar wel een dossier aanwezig. Dus je kan makkelijk naar de website gaan en daar zoeken op een Indische familienaam. En dan kijken of die ertussen zit. Geheim dat er wat in zit. En dan kan je
behoorlijk wat info vinden als foto's, maar ook burgerlijke standactes, bepaalde brieven, krantenknipsels. Er kan van alles in zitten en soms ook helemaal niks. Je moet maar net geluk hebben. Nou ja, dan komen we bij de persoonskaarten en persoonslijsten aan waar ik het al even over had. En dan ook het eerste voorbeeld. Dit is mevrouw Tessensoon, Pannen Solang. Die woont in Breda, verzorgingshuis Raffi. En zij is opgegroeid in het eiland, op het eiland, gevangeniseiland Nusa Kambangan. Zij is Indische of Indonesische en door haar huwelijk, zegt ze ook, is ze Nederlandse geworden. Of Indische Nederlander. Dus genealogisch onderzoek naar haar voorouders was eigenlijk vrijwel onmogelijk. Dus ik dacht van, nou, heeft ze misschien neven, nichten, ooms en tantes in Nederland? En ik wist dat haar moeder Mali Genoi heette, een vrij aparte naam. Dus ik heb eens bij het CBG nagevraagd van, joh, hebben jullie een persoon daar die die naam heeft? En inderdaad, er kwam iemand voor. En dit is waarschijnlijk dan een nichtje van mevrouw Tessensoon. Die is namelijk ook van dezelfde generatie, 1927. En haar vader van deze Anna, dat is ene Johanna Pontemodis. En ik vermoed dat dat dus een oom is van Anna. Nou ja, persoonskaartenlijsten zijn natuurlijk vrij goed bekend. Ook in Nederlandse stamboomen of ja, Nederlands stamboomonderzoek. Maar zeker voor de Indische is het goed een eerste beginpunt te hebben. Dus ik haal hem altijd eventjes aan. Dit is ook echt de link naar de Indische tijd. Als je iemand hebt uit de periode die geboren is in 1927, dan kom je met de namen van hun ouders, dan kom je echt in de Indische tijd en kan het vrij vlot gaan in het stamonderzoek. Nou, vervolgens had ik het dus over, heb je dus de repatriëring in de jaren 40, 50, 60. Daar is documentatie van. Hier heb je de heer Joop Pelt, dat is een voormalig kneelmilitair geweest. En hij vertelt ook dat hij op het luxe, chique schip de MS Oranje heeft gezeten. En nou ja, hij kon ook noemen wanneer dat was, 12 juni 1948. En dus dacht ik, nou, gaan we eens kijken of we dat kunnen achterhalen. Dat kon ook dus, want de boottochten die zijn opgeslagen op diverse bronnen. Deze is daar een goed voorbeeld van. Henk Oosbeek, die heeft allerlei passagierslijsten, al die transporten in kaart gebracht. En daar zie je dus inderdaad ook transport staan van de Oranje naar Nederland in die periode dat hij erop zat. Je ziet dus inderdaad vertrekplaats en helemaal rechts zie je bijvoorbeeld hoeveel passagiers die op dat schip hebben gezeten. Wat dus betekent dat er een passagierslijst aanwezig is en dat je dus kunt zien met wie Joop allemaal naar Nederland toe is gegaan. Dus dat kan je opvragen bij hem. Een ander leuk detail is de andere site, 30 dagen op zee, waarin je dus, dit is een site van het Indisch Herinneringscentrum of gemaakt in samenwerking met, waar je dus ook heel mooi de hele reis kan volgen die ze gemaakt hebben van Indonesië. Dus dan zie je dat het begint in Batavia, het heet nu Jakarta, en dan gaat dat zo via Singapore en Zuid-India, zo via het Suezkanaal en dan naar Nederland toe. Dus dat is zeer interessant. Een andere hele bruikbare bron die de brug eigenlijk slaat tussen Nederland en Indonesië is het oud paspoortarchief. Je moet ook nagaan dat net als dat je nu op vakantie gaat naar het verre buitenland, zeg maar, dat je ook een paspoort nodig hebt. En dat is in die tijd ook. En vele Indiërs hadden nooit verwacht dat ze naar Nederland toe moesten. En moesten dus stel op sprong een paspoort gaan aanvragen. Nou, die paspoortaanvragen, dus niet de paspoorten zelf, maar de aanvraag, die liggen bij het CBG. En er zijn er ongeveer 150.000 van. Een grote kans dat een familielid, Indisch familielid, die dus inderdaad op die boot heeft gezeten, daar ook zo'n aanvraag heeft liggen. Het mooie is dat er foto's bij zitten. Dus je hebt de persoon zoals ze toen uitzagen op foto's. Helaas worden die niet verstrekt, wegens privacyregeling. Maar je kan wel alle info die in die kaart staat krijgen, wat een hele mooie bron is. Ook genealogisch gezien. En dan komen we toch in de Japanse internering. Je ziet dus, ik ga eigenlijk verder terug in de tijd. Dus het begint eigenlijk in het nu en ik ga terug in de tijd. Wendy, interrumpeer me trouwens als het te lang duurt. Hè. Dat is, ik zal zo snel proberen mogelijk te gaan, maar als het niet lukt, dan val je me maar in de reden. De heer Jaap Geubel, ook te zien geweest in andere tijden. En in het programma van Gordon trouwens, over die 100-jarigen. Dat was een kneelmilitair en hij is vrij oud, 1918 geboren, dus in de 100. En kneelmilitair, toen de oorlog uitbrak werd hij geïnterneerd, net als heel veel andere militairen.
Van die militairen die in krijgsgevangenschap kwamen, zijn zogenaamde Japanse interneringskaarten opgesteld. De Japanners hielden er administratie op na van wie zij allemaal hadden gevangen genomen. Wat de nationaliteit was, maar dus ook inderdaad de ouders, dat zie je hier ook, father's name, mother's name, waar ze vandaan kwamen, geboortedatum, wat hun occupation, beroep was. Heel interessant, en in dit geval dus ook in welk kamp zij hebben verbleven. Nou, er zijn ongeveer 47.000 van zulke Japanse interneringskaarten bekend. Een aantal daarvan zijn dubbelingen, maar het geeft toch een goede indicatie van hoeveel geïnterneerden er eigenlijk zijn gemaakt door Japanners. Je hebt de bekende Birma-spoorweg, je hebt de Sumatra-Pakenbaru-spoorweg, maar je had bijvoorbeeld ook kampen in Japan en natuurlijk ook in Java zelf. Meneer Goebbels, als je kijkt naar deze signalen, zie je dat, of karakter, Japanse karakters, zie je dat hij in een kamp in Japan heeft verbleven. En dat konden we ook terugvinden in bepaalde lijsten. Dan zie je ook dat hij in een kamp vlakbij Hiroshima of Hiroshima heeft gezeten. Dus ja, wat hij daar allemaal beleefd heeft, dat staat ook in het boek, maar het is inderdaad vrij indrukwekkend. Ja. Nou, en je kan je voorstellen dat dat geen pretje was om in zo'n kamp te leven. En er zijn dan ook 72.000 van de Japanse krijgsgevangenen overleden. En die krijgsgevangenen die hebben vaak een oorlogsgraf gekregen. De Oorlogsgravenstichting is vrij snel na de Japanse bezetting is die opgericht. Om oorlogsslachtoffers zeg maar een laatste rustplaats te geven. En ze hebben 180.000 mensen in hun bestand staan. En nou ja, goed, van ongeveer 50.000 is er nu een aanwijsbaar graf. Zo ook de vader van Winnie Kingma in het veld. Zij verloren, of tenminste haar vader verdween uit beeld. Toen zij een klein meisje was en dus samen met haar moeder de opvoeding op zich nam voor haar jongere broertjes en zusjes. Vader verdween in de kampen en overleed vrij snel. Eigenlijk al in 1943, als ik me niet vergis. En pas in 1947, kan je nagaan, ontving het de familie, het gezin, het bericht dat hij overleden was. En dan ook al een paar jaar. Dus dat is vrij triest. Hij heeft een oorlogsgraf gekregen en dat kan je dus vinden op de website van de Oorlogsgraafstichting. En daar zie je dus ook inderdaad waar. En deze man is dus ook in Japan overleden. Ja. Genealogisch interessant, omdat je dus ook ziet waar hij geboren was. En soms staat er dan, zoals hier, een foto bij. Dat is niet altijd zo. Even kijken. Herman van Boksel die vraagt, hebben jullie ook onderzoek gedaan naar de opvang na de oorlog in Nederland? Dus zeg maar, je hebt het nu ook over de Indische kant van de bronnen natuurlijk. Maar houdt de IGV zich daar ook mee bezig? Ik weet niet precies waar je op doelt hoor, maar de mensen die dus naar Nederland toe zijn gekomen, die werden ondergebracht vaak in zogenaamde contractpensions. En van een flink aantal Indische Nederlanders was het zo dat zij met niks aankwamen. En zij hadden wel steun nodig. Vaak financiële steun, maar ook op andere manieren. En daar konden zij voor aankloppen bij Stichting Pelita. En om daar in aanmerking voor te komen, moesten zij een aanvraag doen. En is dus vaak een dossier opgesteld. En die Pelita-dossiers, die beschrijven dus vrij goed die beginperiode in Nederland. Dus de periode zo begin jaren 50, 60. En daar kan je ook vaak nog wel interessante informatie vinden. Ja, dus dat is het eerste wat in mij naar boven komt als je het hebt over bronnen zo vlak naar Nederland. Misschien bedoel je iets anders hoor. Ik weet interessant. Ja, dat weet ik niet, maar dat lijkt me in ieder geval wel een interessante bron ook inderdaad dan. Oké, nou ja goed. Mocht het straks nog iets concreter worden, dan hoor ik het wel. Ik zie de chat nu even niet, dus ik ga wel even door met het gesprek. De vraag is natuurlijk, had je ook burgerlijke stand in Indië? Ja, die had je. Alleen natuurlijk niet zo goed gedigitaliseerd en gedaan als je nu hebt bij Wie Was Wie, zoals ik al vertelde. Die werd ongeveer in dezelfde periode, geloof ik, iets later ingesteld dan in Nederland. Hij is er dus, en niet bij Wie Was Wie. Dat komt doordat die Nederlandse burgerlijke stand niet in Nederland is omdat dat
is achtergebleven in Indonesië. Het Nederlandse gouvernement of de Nederlandse regering heeft de moeite niet gedaan, of ik weet niet wat de achtergrond daarvan was. Ze hebben het nooit meegenomen naar Nederland. En daar zijn ook nooit echt transcripties of iets dergelijks van gemaakt of kopieën meegegaan. Ja, in de oorlogstijd, de Bessiab, et cetera, is er gewoon heel veel verloren gegaan. De Mormonen zijn daar wel in de jaren 50, 60 geloof ik, ook nog iets later, zijn daar naartoe gegaan en hebben al die films ook gedigitaliseerd die er nog waren. En daar hebben we dus eigenlijk de burgerlijke stand van Indië nog een beetje kunnen redden. En daar halen we heel veel nuttige info uit. Inderdaad, er is dus hoop bij de Mormoonse kerk. Nou ja, die Indische actes. Je hebt dus Indische actes die van voor de oorlog stammen. Die zijn makkelijk te doorzoeken relatief. En in het Nederlands, na de oorlog, is alles naar het Bahasa of naar het Maleis vertaald. En ja, is het een stuk lastiger om te doorzoeken. En die actes die zijn niet in kaart gebracht. Op de achtergrond zie je dus inderdaad een foto van zo'n Indonesische acte. Ja, van na 1945. Wacht even, wat nog interessant is om te vertellen is dus, ik had het net al aangestipt, die actes die gaan, of de films zeg maar, die bij de Mormonen liggen, daar heb je onderverdeling in. Je hebt een groot deel dat gaat over de Europese bevolking, je hebt ook een deel dat gaat over de Chinese bevolking, dat is vaak in Chinese karakters, er is vrijwel nog niks aan gedaan, maar als je de Chinese voorouders hebt uit Indië, dan zou er in de loop der jaren wel iets mogelijk moeten zijn om dat te transcriberen en daar meer over te zoeken. Over de Javaanse, of in ieder geval de Indonesische burgerlijke stand, daar zijn wel eens wat films over gedigitaliseerd. Niet ontzettend veel van, en momenteel is er ook nog niet veel over bekend. Dus dat zal echt iets van de toekomst zijn. Straks nog meer over een alternatieve bron voor de Indonesische achtergrond. Nu nog even over de Indische burgerlijke stand, wilde ik toch een voorbeeld van geven. Je hebt hier Suze van Genen bij NOM, die is opgegroeid in Manokwari, Hollandia, Nieuw-Guinea, waar veel Indische Nederlanders na de oorlog naartoe gingen. En we wilden meer weten over haar voorouders bij NOM. Nou, de Bijnons die komen uit Batavia, dus we gingen inderdaad naar Family Search en daar zoeken naar een kaart of naar een film die ging over Batavia uit de periode van die persoon waar we naar op zoek waren. Nou, in dit geval waren we op zoek naar een overlijdensakte van een verre voorouder. Dat was dan een Hendrik Koenraad Daniel bij NOM, die in 1856 overleed. En ja, de periode dat hij leefde is dus begin van 1800. En zijn vader, Frederik Hendrik bij NOM, dat zie je daaronder staan, die heeft dus zeer waarschijnlijk in de VOC-tijd heeft hij in Indië geleefd. Dus dan heb je die connectie ook met die VOC-tijd. Nou, weer even terugkomend op het onderzoek naar Javaanse voorouders. Er zijn ook kerkregisters achtergebleven. Daar zijn deels transcripties van. En de IGV heeft daar ook een project van gestart. In die kerkregisters was men niet zo ontzettend gebonden aan welke rang of stand je was. Werd je gedoopt, dan werd je gedoopt. Of je nu Javaans was, Hollands, Duits, weet ik veel wat, dan kwam je erin. Dus dat is in ieder geval wel een mooie bron als je dus inderdaad gechristende Javaanse voorouders hebt. Nou, een voorbeeld hiervan zijn de voorouders van, of tenminste de familie van Ronald Tan. Hij is half Chinees. En we wilden meer weten over zijn tantes die je hier ziet op deze foto. Lotje Tan en tante Leni. En een familie Kranker die veel onderzoek heeft gedaan naar de doopregisters in de stad Surabaya, waar Ronald Tan ook vandaan kwam en zijn familie, daar zou je dus inderdaad kunnen vragen naar zulke doopactes. En dat heb ik ook gedaan en daar kwam je dus inderdaad de doopactes tegen van Lotje en Leentje. En dan gaan we nog eventjes snel door op het Chinees stamonderzoek. Je ziet hier Tan Sing Tian en de moeder Huilian Yo. Dus je hebt hier echt met Chinese mensen te maken. Nu waren dat ook niet zomaar mensen. Meneer Tan Sing Tian was namelijk de majoor van de Chinese wijk. Wat min of meer inhield dat je dan de burgemeester was van de Chinese wijk in Surabaya. En die was ook vrij welgesteld. En in die Chinese gezinnen
in die tijd was het ook zo dat hij veel vrouwen had, bij vrouwen bij zitten en daar ook heel veel kinderen uit had. Hier zie je dus inderdaad omcirkeld de gezinnen van de majoor Tan Sing Tjan en al zijn nakomelingen die hij gekregen heeft. Nou ja, iets verder in te gaan nog snel op de Chinese genealogie. Je kan eigenlijk alleen maar goed terug onderzoek doen naar Chinese voorouders als je een Chinees karakter heeft. Een goed voorbeeld komt van Chabring van Echten, wiens vrouw een kleinzoon was of kleindochter was van de Chinees Chan Jing Pik. Die zie je hier in het midden met zijn vele kinderen. Als je dus een Chinees karakter hebt, dan kan je in China in principe gaan zoeken naar dat karakter, dat familiekarakter. En dan kan je wel een stamboom hebben van 1000 jaar, 2000 jaar of wat dan ook terug. Dat gaat echt ontzettend veel terug. Maar ja, dan moet je ze wel hebben. In dit geval had Chabring en zijn vrouw veel geluk en hadden zij inderdaad zo'n Chinees karakter. En konden zij middels een grafsteen teruggaan naar het dorp, het voorouderlijk dorp in China. Nou ja, dat hebben ze dan ook gedaan. En daar hebben ze dus in een dorpje hebben ze dus een oud stamboom, oude stamboom zeg maar, gevonden. En hebben ze die familie ontmoet. Dus dat is wel een heel geslaagd voorbeeld. Ze zijn zelfs daar ook nog op de lokale Chinese televisie geweest met hun verhaal. Het is natuurlijk vrij bijzonder dat je als Nederlander in China belandt voor stamboomonderzoek op die manier. Maar wel leuk. Een andere bron. De militaire stamboeken, die noemde ik ook al eerder. Dan Cordes is daar een goed voorbeeld van. Hij stamt af van de zogenaamde Blanda Item. Vertaal naar het Nederlands, de Zwarte Hollanders, zoals ze daar werden genoemd. Dat waren kneelmilitairen die uit Afrika naar Indonesië werden gehaald, of naar Indië, om daar te vechten in het kneel, of het Oost-Indisch leger. Hier zie je de vader links, met die ketting, zeg maar, dat zakhorloge, dat is zijn vader. En hier een foto van het gezin. Met zijn broer, waar we ons richten op de minister, waar we dan nu ons gaan richten. Je ziet hier het militair stamboek van de broer van Dan Cordes. Heel nuttig, want je leest eigenlijk waar hij allemaal gestationeerd is geweest, ook wie zijn ouders waren en nog wat andere interessante gegevens, zoals merkbaar tekenen, dus moedervlek en zijn lengte. En als je dan naar zijn vader gaat, die dus ook een militair was, heb je dus weer een generatie daarvoor. Heb je dus ook dergelijke informatie. En dan gaat het zelfs nog verder. Van ja, hoe zag zijn gezicht eruit? Of kleur haar had hij, et cetera. Soms ook met wie hij getrouwd was. En dat is ook wel een goed aanwijspunt voor de Javaanse vrouwen, die nergens anders terugkomen, behalve dan in zo'n militair stamboek. Hier zie je dus inderdaad de Javaanse vrouw Siam, was de moeder van deze vader van Daan Cordes, dus van Johannes. En de vader, ja, die heette Cordes. Had geen voornaam, alleen Cordes. En dat was dus inderdaad een Afrikaanse militair. En dat zie je dus hier. Hij kwam hij is geboren in 1813. En 1837 is hij gerekruteerd voor het Oost-Indisch leger. En hij kwam uit Ashanti. Dat is was toen een soort koninkrijk. Ik heb even de naam kwijt waar het precies was. Nou, de Ivoorkust was, of de Goudkust, het zat er ergens beneden in de naam kwijt hoor. Ghana was het, ja. Geloof ik. Ja, en daar werd dus in die periode vrij veel Afrikanen gerekruteerd. En die hebben onder andere gevochten in de Java-oorlog. Kevin? Die zijn dan ook in midden-Java gestationeerd. Ja, sorry. Ik kom er even stiekem tussendoor, want Jos Rams heeft eigenlijk twee vragen die heel erg over die militairen gaan. En ik noem ze meteen maar alle twee. Vraag 1. Nou, je hebt nu die stamboeken benoemd, maar je had het eerder ook al over die paspoorten van teruggaan. Hadden knillers ook paspoorten? En vraag 2. Veel mensen van het kneel, zoals de oud-oom van Jos Rams, die zijn uiteindelijk met de handschoen getrouwd. En zijn vrouw is dan in dit geval naar Indië gekomen en daar dan weer echt getrouwd. Zijn er voor dat soort handschoenhuwelijken ook bepaalde bronnen die je nog aan zou kunnen boren? Ja, met de handschoen trouwen, dat vind ik een lastige. Het punt is, ik heb die situaties meegemaakt, maar ik heb er nooit echt actes bij gezocht.
Het is een goede vraag. Vaak dat met de handschoen trouwen, dat was wel van alle tijden. Dus, maar ook zeker na de oorlog kwam het wel voor. Ik zou eigenlijk niet weten of je dan in Nederland of in Indonesië een akte opgemaakt hebt. Maar het zou heel goed kunnen dat het in beide plaatsen is, hoor. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. En ook niet goed of daar dan paspoorten mee gemoeid zijn geweest. Nee, die vraag moet ik even schuldig blijven. Dat moet ik... Dat weet ik niet. Ik heb dat namelijk nooit zo onderzocht. Nee. Okay. Maar wel een hele goede vraag trouwens. Ja, Eef van Hout zegt dat in de oude koektrommel, de website, een kennelijk stuk heeft even met de handschoen trouwen. Dus, maar ik weet er ook het zijn van. Ja, en die andere vraag dus, of kneelmilitairen dus een paspoort. Ja, die ging ook een paspoort aanvragen. Het was zeker niet altijd zo dat die, geloof ik, automatisch naar Nederland. Nou ja, het was misschien wel natuurlijk dat ze naar Nederland toe kwamen, maar niet dat ze daar geen paspoort voor hoefden of niet hoefden aan te vragen, laat ik het zo zeggen. Oh, ja. Dat weet ik wel, want die mevrouw Tessenzoon waar we het dus over hadden, zij hebben dus inderdaad zo'n paspoortaanvraag, ja, zei haar man. Dus ja, dat weet ik dan toevallig. Nou, ik schiet er stiekem nog een vraag tussendoor, want ik weet niet of je dat aan gaat raken. Mieke Hanner, die vraagt over een oom die een frater was en onderwijzer in Malang en uiteindelijk in een kamp in Malang is gestorven in 1946. En ze vraagt zich af waar je nou ook informatie kan vinden over dat soort kampen. Ja, ik neem aan dat hij geen krijgsgevangene was, dus hij zal niet zo'n Japanse interneringskamp in zo'n interneringskamp hebben gezeten. Waarschijnlijk in een burgerkamp. En ook daar is een website van, japanseburgerkampen.nl, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd, weet ik niet zeker. Ik weet in ieder geval dat die website er is en daar heb je ook lijsten, naamlijsten van wie waar in precies in welk kamp gezeten heeft, met zelfs een plattegrond van waar dat kamp gepositioneerd was. En ik hoor, je zei net 1946, 47 overleden. 31 augustus 1946. Ja, het eigenlijk zou die dus bij de Oorlogsgravenstichting bekend moeten zijn, of in ieder geval bij het Rode Kruis. Als die niet bij de Oorlogsgravenstichting is, zou ik zeker nog het Rode Kruis eens benaderen. Van, hebben jullie daar een dossier van? Want dat is een hele grote kans voor, ja. Dus die bronnen die zou ik zeker aanboren. Dus Oorlogsgraafstichting, dan Rode Kruis als dat niet werkt. En wat zei ik nou daarvoor? Inderdaad die burgerkampen. Want ik denk dat die daar geïnterneerd worden gezeten. Ja. Ah, dankjewel. Oké, goed. Sorry voor de korte interruptie hoor. Maar, Nee, dat is prima. Dat is alleen maar goed. Zo wordt het een organisch geheel. Ik heb hier ook een... soms heb ik een aantal links neergezet. Als ik denk van nou, daar kan je wat vinden. Iets interessants. Dit zijn dan zoekhulp op de website van Nationaal Archief. Kan je al die documenten zo vinden. Ambtenarenstamboek. Heel vergelijkbaar als de kneelmilitairen. Mevrouw Stoltenborg-Indorf. Haar vader werkte bij de zogenaamde wezenboedelkamers. Die waren zeer begaan met erfenissen en het toebedelen daarvan. En dus ook haar vader. Ine die vertelde altijd over alle verhuizingen die ze hebben meegemaakt. Het is ook typisch Indisch dat ze nooit lang op één plek bleven wonen, maar vaak heel Java of zelfs meerdere eilanden overgingen om daar een paar jaar te verblijven. Nou, zo ook haar vader, Frans Indorf. En in dat ambtenarenstamboek, dat je dus ook kan vinden bij het Nationaal Archief, zie je dus heel mooi die hele carrière loop en dus ook de plaatsen waar hij gestationeerd was. Dat was voor het verhaal, het maken van het verhaal, het interviewen van mevrouw Indorf, heel handig. Want het was voor haar ook een soort rode draad van, oh ja, toen zaten we daar en toen was het zo. Dus het was niet omgedraaid, zeg maar, in die periodes. Want ze wist wel waar ze wat had meegemaakt, maar soms niet meer precies wat kwam nou eerder. Nou, nu weet je dat. Wat je hier ook grappig ziet, is dat er zogenaamd verlof was. Ambtenaren die kregen om de zoveel jaar, vaak 5-6 jaar, kregen zij zogenaamd groot verlof. En dan mochten zij of in Indonesië blijven, maar ook naar Europa. En veel Europeanen, maar ook een aantal Indo-Europeanen, die gingen dan naar Nederland toe. Met de boot,
4 weken. En dan verbleven zij soms een half jaar ergens in Den Haag of in Amsterdam, noem maar op. Of ze gingen vakantie houden. En dan gingen ze overal rondzwerven door Europa, naar Parijs, naar Spanje, et cetera. En dat heeft mevrouw Indorf in haar vroege jeugd ook 2 keer meegemaakt. Dus het was wel een vrij apart leven ook wat die Indo-Europeanen of die Indische mensen daar hadden. Ook dat kun je dus vinden op de website van Nationaal Archief. Nou, al dit soort documenten kan je dus vinden op Nationaal Archief. Wie was wie. Maar je kan ook een hoop vinden op OpenArc. Als je dus een naam weet, maar je hebt geen zin om allemaal naar die websites toe te gaan, ga je gewoon daar naartoe. Je tikt de naam in en dan kom je vaak al een hoop tegen. Dus dat wilde ik ook even meegeven. Dan heb je de andere bron die voor Indische stamboomonderzoek zeker nuttig is. Dat zijn Indische kranten. Die heb je op Delver. Aan de hand van een voorbeeld van mevrouw Koster. Irene Koster die had een Andonese, een Molukse oma. Oma Sopakua of Van Ekelen. Zij was getrouwd met een Indo-Europese man die op vrij jonge leeftijd was vermoord. Hij was politieagent en die was een soort opiumhandel was hij op het spoor. En toen hij de mensen daarmee confronteerde op het bureau, toen werd hij neergeschoten. Zo ging het verhaal van mevrouw Koster. En er waren nog een heleboel magische dingen die daarna gebeurden, maar dat staat in het boek. Ik dacht van, kunnen we daarvan iets terugvinden in kranten? En ja, dat kon. Als ik zocht op de naam van Ekelen, kwam ik in het jaar tegen dat hij overleed, 1910, een krantenbericht tegen. En daar stond dus inderdaad beschreven hoe de heren van Ekelen, de schout, in Semarang overleed. Dat was wel een mooie bevestiging van zo'n familieverhaal dat dan wordt overgeleverd. Je moet dus nagaan, mevrouw Koster die werd geboren in de jaren 30. Dit is 20 jaar geleden daarvoor gebeurd. En toch matchten die verhalen bijna 1-op-1. Dus oral history is niet altijd zo ontzettend gekleurd als dat je misschien kan denken. Nou, andere belangrijke Nederlandse bron, wat ik ook al eerder heb genoemd, zijn de adresboeken, almanakken en de naamlijsten. Er komt dus veel informatie in voor mensen die dus niet bij... bij het gouvernement, ambtenaar als ambtenaar of als militair werkte. Voorbeeld is de vader van Jacques Zeno Bruil. Zijn vader die was een machinist op een suikerfabriek. Dat hield min of meer in dat hij voor de machines zorg had. En ja, dat is een particulier bedrijf. Die mensen hadden het vrij goed. En in die adresboeken kan je dus een soort Indisch cv gaan opbouwen. Hier heb je dus inderdaad 1 jaartal, 1923, waarin je hem kan terugvinden en allerlei andere Indische mensen die bekend waren. Wat voor functies hadden? Nou, in dit geval machinist, suikerfabriek, Purwosari in de plaats Kertusono. En je ziet daarachter ook de naam van zijn vrouw. Nou, dat kan je dus ook verder zoeken. In een aantal andere jaren. En je ziet dus ook hier, net als bij Ine, dat verhuizen, dat vond hier dus ook plaats. Naar andere suikerfabrieken en andere plaatsen. En hier vlak voor de oorlog werd hij nog in Mojokerto, waar dus die heer Bruil is geboren. Waar hij dus veel over kon vertellen. Nou ja, die suikerplantages daar, of in ieder geval die ondernemingen, daar zijn altijd hele mooie verhalen over vertellen, want die mensen die wonen in grote wil, daar heb ik zo nog wel even over. Wat ook wel handig is dat je in die naamlijsten dus de oorsprong of de extracten kan vinden van de burgerlijke stand. Dat is er dus wel. Dus ook al zijn al die akten soms vernietigd geweest en te laat voor de Mormonen om die nog te digitaliseren, in die naamlijsten kan je alsnog bepaalde extracten, dus namen terugvinden van die burgerlijke standaktes. Het nadeel is wel dat die dan puur bijvoorbeeld alleen de naam van het kind genoemd wordt dat geboren is en de plaats. En niet dan de ouders die erbij horen. Dus de informatie is onvolledig. Maar ja, het is beter iets dan niets om het zo maar te zeggen. Die kan je in principe vinden bij de Universiteit Leiden. Maar ook de IGV heeft er heel veel op een USB-stick staan. Ja. Weer even terug op die ondernemingen. Aan de hand van Charles Dibbets. Die ondernemingen. Die waren heel groot. En de mensen die daar aan het hoofd stonden, dus de Europeanen of de Indo-Europeanen, die hadden het vrij goed. Je ziet dat ook aan dit soort huizen waar ze wonen.
Ze hadden meerdere auto's, allemaal motoren en 20.000 bedienden in huis, weet ik veel alles. Het was wel grote wilde. In dit geval was ik op zoek naar alle gegevens van de vader van Charles Dibbets, Getrui Suzanne. En daar kwam ik eigenlijk bij de website Roosje Roos terecht. Roosje Roos heeft al die almanakken, al die burgerlijke stand extracten die dus in de almanakken staan, hebben zij getranscribeerd, laten we zeggen getranscribeerd en in een database gezet. En die database hebben zij dus zoekbaar gemaakt. Dus eigenlijk, wat we hier net zagen, al dit soort lijsten, die zijn allemaal al doorzoekbaar, trefnaam. En dat is ontzettend bruikbaar. Dus daar staan huwelijken in, daar staan ook overlijdens in, geboortes in, scheidingen, noem maar op. Dus dat is eigenlijk de meest veel gebruikte site, denk ik, van de Indische stamboomonderzoeker. Nou ja, in het geval van Charles Dibbets, zijn vader, Getrui Suzanne, zien we hier dat hij in 1891 is geboren. We zien op Roosje Roos ook vrij gemakkelijk dat hij getrouwd is in een bepaald jaar met zijn vrouw, de moeder van Charles. En dat hij dus ook overleden is na de oorlog. Of tenminste, rondom die tijd. En wat wel apart is, wat ik wilde noemen, is dat je dus ook ziet dat er soms foutjes optreden. Dit heeft er niet zozeer mee te maken dat die fouten zitten in de personen die hebben getranscribeerd, maar in die transcripten van die almanakken zelf. Of in ieder geval in de almanakken zelf. Daar zit de fout. Dus je ziet het hier bijvoorbeeld met een extra i'tje. En in plaats van GS is het dan CS. Nou ja, dat soort dingen, dat komen er allemaal voor. Roosje Roos heeft alles zo letterlijk mogelijk in hun database opgenomen. Dus de fouten die in de oorspronkelijke documenten zitten, zitten ook hierin. Ja, het is alleen zo. Ja, en dan komen we bij de laatste geportretteerde die ik hier wilde noemen. Paartje Pfefferkorn. De koning van de Penchaksilat hier in Nederland. En dan gaan we zoeken naar de VOC-tijd. Hij vertelde dat zijn vader van vaderskant dat heel ver terugging en dat de naam Pfefferkorn von Offenbach was en dus uit Duitsland kwam. Nou, als je zoekt weer bij het Nationaal Archief, dan kom je inderdaad een testament tegen van ene Jan Christoffel Pfefferkorn. Er zijn dus testamenten opgemaakt van een hoop VOC geëmployeerden, omdat er gewoon ontzettend veel stierven. Dus die mensen dachten allemaal, nou, voordat ik sterf, maak ik in ieder geval een testament op, dan is mijn nalatenschap zeker. Dus zo ook de heer Pfefferkorn. En hier gaan we even inzoomen en dan zien we dat hij uit Kreuzburg kwam. Wat je zo zou kunnen vertalen naar Kreuzburg, dat in Duitsland ligt. En daarmee is ook zijn verhaal dus inderdaad bevestigd. Dit en de passagierslijst, om het zo maar te zeggen, de scheepsoldijboeken zoals ze heten van de VOC, zijn daar te vinden. En ook wat ik in het begin vertelde, mensen die dus in Indonesië of in Indië zelf op het land in dienst waren, ook daarvan zijn in zogenaamde monsterrollen nog bekend wie zij waren, waar ze vandaan kwamen, hoe oud ze waren. Dat is ook zeer bruikbaar. Nou, dan ben ik bijna klaar. Dan wil ik nog even wijzen op de Indische genealogiecursus die we aan het bouwen zijn, bijna af is. Initiatief van de IGV, ook voortgekomen uit de boek Kind in Indië. En daar komt ook min of meer naar voren wat we nu hebben behandeld. En dan uiteindelijk het boek zelf. We hebben nu de tweede druk. Het gaat behoorlijk rap. Je kan het kopen in de webshop van de IGV. En het is dus inderdaad 600 pagina's dik, ruim. Met allerlei portretverhalen, foto's en dus stamboomen en toelichtingen. Ja. Dus zeker een aanrader als je geïnteresseerd bent in hoe de Indische tijd was. En ook wat de Indische persoon nou precies definieert. Want dat is heel, heel breed. Ja. Nou ja, dat was het. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken, team en de IGV. En natuurlijk ook Wendy, jij voor de uitnodiging. Ja. En dankjewel Kevin. Dankjewel voor jouw mooie verhaal. Ja. Wat mij meteen opvalt, is dat er zo ongelooflijk veel bronnen zijn. Heb jij dat jezelf aangeleerd? Zijn er dingen die je zelf tegen bent gekomen of hebt gevonden? Het is een mengeling. Het is altijd iets wat in het begin weet je zo'n stukje en dat breidt je steeds meer uit. En soms gaat het heel snel en soms heel langzaam. Ik leer nu nog heel veel dingen bij. Sterker nog, voor het maken van deze presentatie kwam ik nog achter een aantal dingen die ik voorheen niet wist. Dus dat is iets wat je natuurlijk altijd in genealogie, het blijft
blijft zichzelf doorontwikkelen. Ja. Mooi, hartstikke goed. Ik had ook nog van Willem begrepen dat er wat vragen waren in de chat. Misschien kunnen we het screensharen dan nu stoppen. Ja. En dan gaan we even naar Willem nog, want er waren nog wat vragen, had ik begrepen. Ja, nou, de meeste vragen zijn inmiddels wel zo tussendoor beantwoord, want ik ben probeer te haken op de juiste momenten. Maar er kwam nog een vraag binnen van iemand die zegt, ja, ik ben iemand spoorloos, die zat eerst bij de hoofdinspecteurs van de politie in de jaren 20. En daarna ben ik hem kwijt in 1960, vind ik hem weer terug. En we denken, nou, zou je bij de inlichtingendienst hebben gezeten of iets dergelijks. Wat voor archieven zijn daar eigenlijk nog over? Ja, Arthur, wil jij er iets over zeggen of zal ik dat doen? Nou, er zijn natuurlijk ambtenarenregisters. Hè? Als een politieagent een ambtenaar was, zijn die bij het Nationaal Archief te raadplegen. Niet alles is helaas online te vinden. Hè? Dus die zal, als dat weer kan, zelf naar het Nationaal Archief moeten om daar onderzoek te doen. En wat ik al eerder zei, de adresboeken, de Krajans adresboeken zijn belangrijk. Want daar werden alle mensen die woonden in een bepaalde plaats gewoon vermeld. En die lopen tot in de jaren 40 door. Dus in die zin kan ik misschien ook verwijzen naar onze website van de IGV. Daar staat niet alleen voor beginners aangegeven hoe je moet beginnen. Hè? Dat heet ook begint hier. Mooi kan het eigenlijk niet. Daarin kort wordt beschreven van nou, hoe begin je nou met je onderzoek in voormalig Nederlands-Indië, Indonesië. Daar worden bronnen genoemd. Hè? Wat voor bronnen zijn er eigenlijk? Hè? Dat zijn de getranscribeerde bronnen van de LDS-kerk, wat Kevin vertelde. Die wij in boekjes uit hebben gegeven. We hebben onze Indische navorser, ons jaarboek, waar heel veel dingen in staan. En er zijn heel veel bronnen op een USB-stick gezet. Dus naast Roosje Roos en Delver Kranten zijn de bronnen bij ons op de website. Voor leden zijn er wat meer bronnen beschikbaar dan voor niet-leden. En onze USB-stick, denk ik, een fantastische manier om te beginnen met onderzoeken in voormalig Nederlands-Indië. Want daar kan je eigenlijk van alles vinden. En die USB-stick bestaat eigenlijk uit twee delen. Onze publicaties vanaf 2015 tot het begin van de IGV zijn daar opgenomen. En na 2015 moet je daar een kleine vergoeding voor betalen, moet je die loskopen. En dat geldt ook voor het tweede deel van de USB, die bestaat uit bronnen. En onze specialisten op brononderzoek hebben stad en land afgespeurd naar allerlei bronnen. Dus niet alleen vrijwel alle adresboeken, maar ook vrijwel alle regeringsalmanakken staan daarop. Dus wat in Roosje Roos is overgenomen in de database, komt daaruit. Dus als je bij de bron wil kijken, kan je daar zoeken. En als je geluk hebt en er wordt iemand geboren in een bepaalde plaats, dan kan je ook kijken in het naamregister wie er allemaal in die plaats als mannelijke inwoner, Europese inwoner, werden geregistreerd. En als je geluk hebt, is dat maar één persoon. Nou, dan zou je kunnen verwachten dat die persoon de vader is van het kind dat geboren is in dezelfde plaats en op dezelfde in hetzelfde jaar. En zo kan je eraan gaan bouwen met Delver en met onze onderzoeksgids, die we ook nog beschikbaar hebben, Assa Oesel, dat ook een leuk boekje is voor beginnende onderzoekers. Mooi, Arthur, voorzitter, hè, van de IGV. Ja. We hoorden al dat de vereniging sinds 1988 al bestaat. Nou vertelde je net, je veel expertise in huis. Als nou iemand echt niet meer weet waar die terecht moet of waar die moet zoeken, kan die dan ook tips bij jullie krijgen? Is er iemand die daar antwoorden op kan geven? Ja, zeker. We hebben een forum online voor leden en niet-leden. Dus ook voor niet-leden is het een prima forum. Daar kan je een vraag stellen. En dan zijn er altijd leden. Hè. We zeggen, de IGV is niet alleen een vereniging die allerlei bronnen bekend maakt, maar ook een kennisnetwerk. Hè. Wij helpen elkaar, zeg maar, als IGV'ers om elkaar weg te helpen. Dus daar kan je een vraag stellen en kom je er echt niet uit, dan kan je altijd een bestuurslid of gewoon naar info@igv.nl een vraag stellen. En er is altijd iemand bij ons die zegt van, joh, dan moet je daar kijken. Heb je daar al gedacht? Heb je dat gedaan? Ja. Of we verwijzen naar een aantal basisdingen die op onze website staan, want daar kan je heel veel informatie vinden.
Ja, zo moet je er toch komen, hè? Met elkaar ook. Ja, en we hebben tot 2019 hebben we onze eerste Indische Roots Expertise-dag georganiseerd in het Nationaal Archief. In samenwerking met de Stichting Sieraad, die alle cursussen organiseert. In samenwerking met de CBG en een aantal andere instellingen. Ook de Chinees-Indische Vereniging, waar we goede contacten mee hebben. Helaas kon het dus vorig jaar niet doorgaan. Dit jaar is het niet mogelijk, omdat gezien de net opgeheven min of meer lockdown niet meer mogelijk. Maar in 2022 gaan we dat zeker weer organiseren. Dat was helemaal uitverkocht. En daar zijn dus ook standjes aanwezig. Waar je dus allerlei experts van de militaire historie tot de botenlijsten, tot de knilarchieven, alle specialisten kan gaan raadplegen en allerlei lezingen kan aanhoren op die dag. En we zijn aanwezig op de Tong Tong Fair die dit jaar weer wordt gehouden. Dus als je daar heen wil, kan je onze stand bezoeken. En ook daar zijn allerlei specialisten van ons beschikbaar met computers en bronnen die mensen gratis en voor niks helpen op weg naar een familieonderzoek. Ja. Hoe hebben jullie dat afgelopen anderhalf jaar gedaan? Hebben jullie andere dingen kunnen organiseren? Ja, geen bijeenkomsten uiteraard? Nee, helaas niet. Onze laatste vergadering die hebben we online gedaan. En we hebben elk jaar een jaarvergadering. Vorig jaar was dat in oktober. En daar heeft Herman Keppie een hele leuke lezing gegeven over de Indische verzet in Den Haag. Indische jongens in Den Haag die een belangrijke rol hebben gespeeld in het verzet. Dit jaar hebben we Hendrik Niemeyer. Hendrik Niemeyer is een specialist in het ontsluiten van bronnen in Indonesië zelf, bij het Nationaal Archief. Dus jarenlang is dat eigenlijk potdicht geweest, totdat Hendrik samen met een stichting Cordis en de Nederlandse ambassade en de Nederlandse overheid en de Indonesische overheid wat ruimte hebben geboden bij het ontsluiten van bronnen. Ze zijn begonnen bij de VOC en wij hopen dat we ook wat meer voor ons geïnteresseerde bronnen, genealogie en dus burgerstandbronnen, gaan ontsluiten. Dus Hendrik gaat in onze komende ledenvergadering over 2 weken ook online een lezing geven over het bronontsluitingsonderzoek in Indonesië. En dat is dan voor alle leden? Dat is voor alle leden en het tweede deel is in principe openbaar. Dus daar kunnen mensen ook gewoon meeluisteren of kijken eigenlijk hoe Hendrik zijn verhaal gaat houden. Mooi. Dus we hebben niet stilgezeten. Hè? En onze bronnenspecialisten zijn toen de LDS-kerk weer open was, zijn ze weer de hele dag bezig geweest. Elke dinsdag zijn ze daar in Amsterdam om, wat ik even vertelde, de LDS-gefilmde archieven te transcriberen, uit te zoeken. Er zijn helemaal dingen niet goed gedocumenteerd en verkeerd gelabeld. En die geven we uit in een boekje. Elk jaar komen er 1 of 2 boekjes uit die als fysiek boekje te koop zijn, maar ook digitaal te koop zijn. En de wat oudere boekjes na 2015 staan op onze USB-stick. Dus mooi. Bronnen genoeg. Bronnen genoeg, inderdaad. En als iemand iets wil weten, dan is dat zeer zinvol om jullie En we zijn contacten. Natuurlijk ook, en dan denk ik weer aan Willeke en de MyHeritage. We zijn natuurlijk ook de laatste jaren actief met DNA-onderzoek. Daar hebben we ook een aantal specialisten bij ons. Maarten Voornhoop, onze secretaris, is universitair hoofddocent biologie en DNA aan Erasmus. Die weet er heel veel van. En we hebben een aantal publicaties over Indische DNA op onze website staan. En ook daar kunnen mensen ons over e-mailen of op het forum vragen stellen. Nou, ik denk in ieder geval dat onze kijkers en luisteraars voldoende hebben gekregen om waar ze weer mee verder kunnen. We zijn behoorlijk uitgelopen, maar dat geeft helemaal niks. Het was razend boeiend, interessant. Ik ga hiermee wel afsluiten. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Ook volgend jaar gaan we door met Boeren, Burgers en Buitenlui, want we hebben nog genoeg ideeën, maar suggesties zijn altijd welkom. Word dus vooral lid van de Facebookgroep Boeren, Burgers en Buitenlui om mee te praten en te reageren en om ideeën aan te leveren. Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft gedaan aan deze uitzending. Ook dank aan de kijkers allemaal. Graag tot de volgende aflevering op 9 september. Dan zijn we er gewoon weer. En tot die tijd, zoals John altijd zegt, veel plezier met je eigen stamboompuzzel. Tot eens!